vanmorgen, donderdag, dag 5 aangebroken. Morgen. Team Tom en Arabi vanuit Zuid-Afrika. Het is vandaag regenachtig. Vandaag geen wedstrijd. Vandaag gaan we naar het Lions Park en naar Soweto Townships. We zullen jullie het huisje even laten zien. De behandeltafel. Kijk, Ruudje. Hier in de zitten. Wordt die keer geleefd. Ruudje is ook wakker. Andere stafleden. De trainer. Bas niet te vergeten. Hey Remco. Goedemorgen allemaal, we zijn vandaag begonnen aan onze culturele dag. Geen voetbal vandaag, maar allemaal leuke uitstapjes. We beginnen na een redelijk lange klusrit vandaag met een bezoek aan het Lion Park. En daar gaan we zo meteen wat meer van zien. Hier zie je wat kleine welpjes die leven hier en die worden goed verzorgd. We mogen er nu bij komen. En je ziet dat de jongens daar redelijk gebruik van maken. We gaan nu op safari. We hebben net de leeuw gekeken. Naar safari dan? We gaan nu kijken wat ons te wachten staat. Her name is Zoe, that is what I'm telling you. And she is around 4.5 years old. Hier vinden we een cheetah. Lekker te chillen. Nou, dit is waarvoor we hier komen. Zo, kijk al die kleintjes. Je hebt gewoon een poot. Zo. Nou, we zijn hier in het Lion Park, waar we getuigen zijn geweest van het voeren van de leeuwen. En we zitten met heel ADO onder 17 gezellig in een safari bus. We zeggen, kijk even met ons mee. Onze Timo wordt nu hier geïnterviewd door de Zuid-Afrikaanse TV over wat hij vandaag allemaal gezien heeft. Dus daar is hij in beeld. Dat was het interview van onze Timo die netjes zijn beste Engels uitlegde wat we vandaag gedaan hebben. Dus hoe gaat Timo? Ja, het was lastig, maar ging wel oké, toch? Ja, zeker. Gaan we nu lekker naar het dansen kijken.